En wat hebt u gestemd? Dat is een deel van de totale uitslag, dus niet belangrijk meer. Nou, dat heb ik geleerd om gelijk weer te vergeten. Wat denkt u van de uitslag? Wat vindt u daarvan? Het moet nog waargemaakt worden, maar ik ben er wel tevreden over. Ik denk dat het de goede kant op gaat. En wat is de goede kant dan? Nou, Nederland, en niet alleen Nederland, de hele wereld, Europa. Het is een beetje de rechtse kant aan het slaan, populistisch gedoe. Maar dat is meer al, naar mijn mening, groot geschreeuw, maar niet iets wat iets oplost. Hebben die mensen aan de populistische kant, hè, ik neem aan dat u de PVV bedoelt, hebben die ook een beetje gelijk? Ja, ze hebben best rake punten wat ze zeggen, maar ja, als ze alleen maar schreeuwen wat fout is en niet met iets komen wat hoe het opgelost kan worden, geen oplossingen, dan begin je weinig. Wat denkt u van de PVV in een coalitie? Nou, laat ze zich maar eens waarmaken. Als ze zo ze kunnen hard schreeuwen, maar dan laat maar zien wat je kunt. Ja, nou, ik ben benieuwd wat het zou kunnen worden. Ik verwacht er weinig van, maar ja, nou, wie weet. Maar u hebt gestemd? Ik heb gestemd op de PVV. Helaas is die niet de grootste geworden. Dus we zitten weer aan meneer Rutte vast, ben ik bang, de komende 4 jaar. En dan heb je vooral als ouderen niet zoveel te verwachten. Ik had liever gehad dat er wat anders zou gebeuren. Meer linksgerichte partijen. Had meneer Wilders ook iets in zijn verkiezingsprogramma voor ouderen? Wilders heeft in zijn verkiezingsprogramma voor ouderen wel aandacht. Maar ja, er zijn toch geen andere partijen die met hem samen willen werken. Dus je bent eigenlijk gebonden aan de linkse. Verbaast het u dat er niemand met hem samen wil werken? Zegt u? Verbaast het u dat er niemand met hem samen wil werken? Ja, het verbaast me in die zin, want toch een groot deel van de Nederlandse bevolking die heeft op hem gestemd. En als je dan geen invloed hebt en niet met hem samen wil werken, blijf ik dat vreemd vinden. Hij is natuurlijk in een vorig kabinet weggelopen, hè? Ja, ten dele weggelopen. Hij maakte geen deel uit van dat vorige kabinet. Hij gedoogde dat. En dat is natuurlijk een klein beetje verschil. Als je zelf erin zit, dan had ik dat erger gevonden dat hij weg was gegaan. Een beetje erg dus, hè? Ja. Maar goed, welke kant dan denkt u dat het opgaat? Ik ben bang. VVD met meneer Pechtold en hoe heet die van het CDA. En die laat aangevuld met de christelijke partij. Die hebben net de meerderheid dan. En ik had liever gezien CDA, D66, SP, GroenLinks. Dat die dat, maar ja, dat zit er volgens mij niet in.